Welkom bij de videowandeling door Assen van de Stichting Microtoerisme Inzicht. Mijn naam is Jan Geerling en ik ben vandaag uw gids door de Drentse hoofdstad. Op www.microtoerisme.nl vindt u heel veel gratis stadswandelingen en audiotours. www.microtoerisme.nl. Neem gerust eens een kijkje op onze website. Hier staan we in het centrum van Assen, op het Koopmansplein. Zoals u ziet wordt dit plein omgeven door winkels. Een heel bijzondere winkel is het warenhuis Van der Veen. Het is in 1897 begonnen als een hoedenmagazijn. In 1947 ver-Amerikaanste de eigenaar Nico Van der Veen zijn naam tot Van der Veen. In 1951 kocht hij zijn twee zussen uit. In de jaren 60 van de vorige eeuw bouwde hij de winkel om tot een textielsupermarkt. En daarna groeide de zaak uit tot een warenhuis naar Amerikaans voorbeeld. Maar dat was niet genoeg voor de ondernemende Nico. In 1985 had hij een groot blok panden in handen gekregen en zich daarmee letterlijk een toegang tot het Koopmansplein gekocht. Toen kon Nico van der Veen zijn dromen, het huidige warenhuis, pas echt realiseren. Het Drents Museum aan de Brink is tussen 2007 en 2011 ingrijpend verbouwd. Bovengronds lijkt het niet zo spectaculair, maar dat is gezichtsbedrog. Onder het maaiveld is een hele grote uitbreiding gerealiseerd, met voldoende lichtinval van boven. Ook de oude panden van het vroegere gouvernementsgebouw behoren nog steeds tot het museum. Op het dak van de uitbreiding is een tuin aangelegd die gedurende de openingstijden van het museum vrij toegankelijk is. Langs de hoofdvaart staan de zogenaamde Asserpaleizen, fraaie koopmanshuizen. De kop van de Drentse hoofdvaart wordt gevormd door een draaikolk met daarvoor een pleintje. Dit is de plaats waar Assen de hele wereld wil laten zien dat het daadwerkelijk groots kan denken. Steeds als het Drents Museum weer een nieuwe spectaculaire tentoonstelling opent, verschijnt op de kop van de vaart een bijpassend gigantisch object. Zo is bij de openingstentoonstelling De Gouden Eeuw van China een 125 meter lange Chinese draak opgesteld. En bij de tentoonstelling De Sovjetmythe bezocht Lenin de Drentse hoofdstad in de vorm van een 10 meter hoog beeld. De lopende tentoonstelling Dode Zeerollen, tenslotte, wordt nu begeleid door een gigantische menorah. Op het pleintje staat sinds 2013 ook een wat bescheidener kunstwerk, genaamd het filmdoek. Het is een bronzen sculptuur van vier naakte vrouwenfiguren in een filmdoek. Zoals u ziet heeft dit kunstwerk een aantrekkelijke achter- en voorkant. In 1995 is het kunstwerk door het Vrouwenfilmfestival Assen aan de gemeente cadeau gedaan. Het beeld van Annette Haring is een levensgrote versie van de trofee die jaarlijks op het festival wordt uitgereikt aan filmmaaksters. Het Gratemahuis werd rond 1810 aan de zuidzijde van de vaart gebouwd in opdracht van rechter Sybrand Gratema. Naast rechter was hij redacteur van de provinciale Drentse en Asser Courant. De drukkerij van de krant werd door zoon Jan in 1858 achter het huis gevestigd. De Jozefkerk is een zogeheten waterstaatskerk. Het gebouw werd ontworpen door C.J. Spaan, hoofdingenieur waterstaat en publieke werken. En het is een neoclassicistisch gebouw. Die stijl kenmerkt zich door de hang naar symmetrie, het gebruik van boogramen en gepleisterde binnenmuren. Waterstaatskerk is de benaming voor Nederlandse kerkgebouwen die tussen 1824 en 1875
met financiële steun van de landelijke overheid werden gebouwd. De Brink in Assen wordt gedomineerd door de oude gebouwen van het Drentse Museum. De voormalige Abdijkerk verloor in 1848 zijn kerkelijke functie. Tot 1904 was er een politiebureau in gevestigd en vanaf 1982 is het een onderdeel van het Drents Museum. Het ontvangershuis is in 1698 gebouwd en was de ambtswoning van de ontvanger-generaal van Drenthe. Als de vroegere stadhouders Drenthe bezochten, logeerden ze hier. In de tuin van het ontvangershuis staat een replica van het beeld van Bartje. Bartje Bartels, de hoofdfiguur uit de boeken van Anne de Vries, is een jongetje dat opgroeit in een arm Drents landarbeidersgezin. Als moeder bruine bonen opschept en Bartje daarvoor van vader moet bidden, roept hij recalcitrant: "Ik bid niet voor bruin boon." De tuin van het ontvangershuis is aangelegd in de zogenaamde Nederlandse stijl, die kenmerkend was voor de 17e eeuw. Het Rijksarchief dateert uit circa 1900. In het gebouw is een deel van de eeuwenoude oostelijke kloostergang van het klooster Maria in Campis bewaard gebleven. Slechts enkele boerderijen stonden in de plaats Assen, toen in 1259 de nonnen van het klooster Maria in Campis zich hier vestigden. Bij de bouw van het Rijksarchief is ook afbraakmateriaal van het eeuwenoude kloostergebouw gebruikt. Het provinciaal gedenkteken van Drenthe, een bronzen beeld van een knielende vrouwenfiguur met erepalm, is een monument ter herinnering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het 5 meter hoge beeld Sisyphus van beeldend kunstenaar Geert Senema heeft in 2009 een plek gekregen tussen de bomen voor het Drents Museum. Naar verwachting zal het beeld ongeveer 10 jaar blijven staan. Het beeld is gemaakt van een 300 jaar oude beuk die op de brink stond. Omdat de boom ziek was, besloot de gemeente deze te vervangen. Gert Senema heeft in totaal zo'n 5 maanden aan het beeld gewerkt. Tegen het einde van deze video gaat het nog even oerend hard. Dit is het officiële TT-monument.